Pijn bij carpale tunnel syndroom? Yoga helpt. Pijn bij carpale tunnel syndroom? Yoga helpt. Het carpale tunnel syndroom gaat gewoonlijk gepaard met pijn en stijfheid. Yoga is een geweldige manier om deze symptomen te verminderen. Het kan zelfs helpen om deze aandoening te verbeteren. Tegenwoordig komt het carpale tunnel syndroom heel veel voor. Dat komt omdat we elektronische toestellen en computers veel te veel gebruiken. Het veroorzaakt een ontsteking in de mediane zenuw. Deze zenuw is verantwoordelijk voor het gevoel en de beweging in verschillende delen van de hand. Dit syndroom kan een gevolg zijn van voortdurend dezelfde beweging maken, maar het wordt ook beïnvloed door bepaalde infecties, polskwetsuren of zwaarlijvigheid. De voornaamste symptomen zijn pijn en stijfheid. Vaak heeft de patiënt ook last van een tintelend gevoel, gevoelloosheid en spierzwakte. In de meeste gevallen is deze aandoening niet heel ernstig en komen de klachten alleen zo nu en dan voor. Toch kan het zo erg worden dat een chirurgische ingreep nodig is. Je kan ook vermijden dat zo'n extreme oplossing nodig wordt. Een goede manier is te starten met yoga, want sommige yoga-houdingen helpen je om van dit probleem te herstellen. In dit artikel stellen we 5 yoga-houdingen voor om carpale tunnel syndroom te verzachten. De berghouding is ook bekend onder de naam Tadasana. Dit is een van de basishoudingen in yoga. Het is een eenvoudige oefening, die toch uitstekende, positieve effecten heeft op het lichaam. Lees ook dit artikel, 5 yoga-houdingen om angst en stress te verminderen. Hoe voer je deze oefening uit? Dit is de eerste stap, adem diep in en concentreer je op je ademhaling. Plaats je voeten bij elkaar, zodat je tenen en je hielen elkaar raken. Til de vingers op, spreid ze uiteen en duw zachtjes naar beneden. Plaats het gewicht van je lichaam in het midden, zodat het gelijk verdeeld is over beide voeten. Zet druk op de knieën door de knieschijven samen te drukken. Rek de achterkant van je benen uit. Trek de buik in en laat de borst uitzetten. Intussen houd je je rug recht. Plaats de armen naast het lichaam. De vingers wijzen naar beneden. Adem uit en ontspan de schouders in een trage beweging. Beeld je daarna in dat er een touw rond je voorhoofd gebonden is. Trek nu je lichaam zachtjes omhoog. De booghouding is een rek- en concentratieoefening. Deze houding helpt om gespannen spieren te doen ontspannen. Het is dus een ideale manier om de pijn bij het carpale tunnel syndroom te verminderen. Bovendien zal het de onderrug versterken. Hoe voer je deze oefening uit? Ga liggen op je buik. Leg je armen langs beide zijden van je lichaam. Laat het voorhoofd rusten op de mat. Adem in, buig je benen naar de rug toe en grijp de enkels met de handen vast. Tegelijkertijd richt je het hoofd, de borst en de dijen op van de vloer, zodat je lichaam als het ware een boog vormt. Blijf 20 seconden in deze houding terwijl je diep in- en uitademt. Laat de benen los terwijl je uitademt. Daarna ga je op de grond liggen en rust je gedurende 30 seconden uit. De koe. Deze houding is bekend als Gomukhasana.
Het helpt om de schouders en de borst uit te rekken. Het is precies op die plaatsen dat de ontstoken mediane zenuw zich uitstrekt. Met deze oefening ontspan je de spieren van de onderrug en rek je de polsen uit. Hoe doe je deze oefening? Ga zitten op de mat en kruis je benen. Zorg ervoor dat de linkerhiel dicht bij de rechterheup ligt. Til je rechterbeen op en leg het over het linkerbeen naast de linkerheup. Til nu de rechterarm op over je hoofd. Buig de arm naar achter. Haak de vingers van beide handen in elkaar. Rek nu geleidelijk de ellebogen in tegenovergestelde richting uit. Hou je rug recht en focus de ogen recht voor je uit. Houd deze houding gedurende 15 tot 20 seconden vast. Daarna rust je uit. De biddende houding. Deze houding is erg ontspannend voor het lichaam en de geest. Het helpt je om stress en pijn te kalmeren. Hoe voer je deze oefening uit? Ga zitten op een mat of op een kleed, bij voorkeur op een erg rustige plek. Plaats de handpalmen tegen elkaar alsof je aan het bidden bent. Open de vingers lichtjes om zo de ruimte in de carpale tunnel te vergroten. Adem nu diep in. Blijf in deze houding gedurende 1 minuut. Zoek ook dit artikel op: Japanse techniek om stress te verminderen 5. De arend. Deze houding doet de spieren en de gewrichten ontspannen. Wanneer je last hebt van het carpale tunnelsyndroom, dan zal deze oefening de polsen ontspannen. Dat komt omdat de ontsteking en de stijfheid bij deze yoga-houding afgeremd worden. Hoe doe je deze oefening? Ga op een rustige plek staan. Buig de benen en leun zachtjes naar de linkerkant. Buig het rechterbeen en kruis het over het linkerbeen. Zorg ervoor dat de rechter enkel de linkerknie aanraakt. Tegelijkertijd breng je de linkerarm onder de rechterarm. Kruis de armen bij de ellebogen. Breng de handen samen door de handpalmen tegen elkaar te houden. Blijf in deze houding staan gedurende 30 seconden terwijl je diep in- en uitademt. Ben je er klaar voor om deze yoga-houdingen thuis uit te proberen? Zoek een rustig plekje en voer deze oefeningen uit. Maak ze tot een onderdeel van je behandeling.